Yo, geweldige kijkers. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe bucket tutorial. Vandaag wordt het een hele speciale aflevering. Of tenminste, een speciale aflevering. Het wordt een vervolg van iets. We gaan vandaag scoreboard behandelen 2.0. In de vorige aflevering hebben wij in aflevering 10 uit mijn hoofd, volgens mij. Stiekem heb ik het hier gewoon naast me staan, maar dat maakt niet uit. Maar we gaan scoreboard. In de vorige aflevering heb ik deze code even van gepakt. Dus die gaan we ook mee verder. En vandaag laat ik zien hoe je het per player kunt doen en per wereld en al die dingen. Hoe je zeg maar meer functies kunt toevoegen. Maar goed, vorige keer had ik het met een config gedaan. Nee, heb ik niet met een config gedaan. Dat was iets anders. Je kan het natuurlijk ook met config doen, maar dan moet je even de config aflevering kijken. En dan moet je even gaan kijken hoe je dat met elkaar kunt doen. Super makkelijk. De code, die staat ook gewoon met de linkje in de beschrijving. Moet je even kijken bij source code. Daar is de bucket code, staat daarin. Dus niet vergeten. Maar trouwens, dit is trouwens nog ingestuurd door een kijker. Die komt nu in beeld. En hij heet TheRickard120. En hij zegt gewoon, hoe doe je dit met namen en met verschillende werelden. Dus hij bedoelt met namen, bedoelt hij zeg maar verschillende namen, dus met verschillende players. Een beetje onduidelijk meneer, TheRickard, maar you know what I'm talking about. Ik weet niet of jullie dat zo zien, waarschijnlijk wel. We beginnen met een event. Zo, met event handler, public void. En die event noemen wij on player join. Player join event. Want als de player joint, dan krijgt hij de scoreboard. Daarom. Oké, okay, maar trouwens, dit hele zooitje moeten we niet in ondernemen gaan maken. Ja, dit, kijk, we gaan het even helemaal aanpassen. We zetten dit boven de ondernemen, zodat wij altijd een instance ervan kunnen krijgen. En waarschijnlijk weet je niet wat ik bedoel, maar het komt nog wel. Ik leg het zo allemaal uit, waardoor het misschien wat beter begrijpt. Dit zetten wij in de onplayer join. Dus wat we eigenlijk doen is, we maken al die objectives en al die andere dingen maken we zeg maar als player join. Dus elke keer als er een player joint, dan wordt de scoreboard opnieuw gemaakt en wordt die voor de player gezet. Dus dat doen we ook met de score, gewoon alles. Eigenlijk wat het handigste is wat je kunt doen, is een instance maken. Dus public void create scoreboard. Dit is, ik weet niet of jullie dit kennen, maar de meeste kent het wel, de meeste kent het niet. Dit is een, ja, ik weet niet, ik noem het een instance, maar volgens mij zeg ik het helemaal verkeerd. En daarmee is, zeg maar, kun je allemaal code hier schrijven. En dan als je hier schrijft hetzelfde als je hier hebt gedaan. En dan pak je dat daarin. Zeg maar, dan pak die de code die van deze naam die hierin staat. Zodat je niet alles in player join event hebt. Zodat je het een beetje kunt ordenen. En dan als je iets van je scoreboard wil wijzigen, dan doe je dat gewoon hierin. Zonder dan al die andere dingen in die player join event, zeg maar. Nu hebben we de scores. Oh, we moeten deze score ook nog erin kopiëren. Ja, want kopiëren, waarom zouden we het overtypen? We hebben het nu voor ons staan. Je moet dit nog even een suppress warning of ik veel wat het is. Dat het moet trouwens in een nieuwe bucket. Want ik werk met bucket 1.7.10. Dat is de 1.7.1.8 hack. Dus dat is super chill. Oké. Okay. Nou, en dan zet je hier de score. Of hebben we dat al? Oh, dat hebben we al gedaan. Ha, grapje. Zo, nu hoeven alleen nog de player. De scorebord te zetten voor de player, zo. Trouwens, dit hoeft niet. Zo, het hoeft niet. Oh. Want we willen niet voor iedereen de scoreboard zetten. We willen alleen voor de player die joint. Dus wat we hier gaan doen is player. Oh. Dan typen wij in player all. Dus player all. Dus dit is gewoon de player, zeg maar. Wat je bij een player join event doet is p dat. Of player is i dat get player. Zoiets. Alleen hoe moet je hier het wel doen? i dat get player. Ik leg het zo allemaal uit. Ik probeer het nu een beetje snel uit te leggen. Want er zijn ook mensen die het wel weten. Dit hebben we ook al gedaan. Dus we moeten die ook even weg, anders hebben we dubbel. Zo. Kijk. Nu hebben we het een beetje geordend. Nu, als de player joint, dan krijgt hij een scoreboard. Want we maken hem, zeg maar, eerst in de onenable. Of eerst we maken dit hele proces gebeurt als de player joint. Dus player joint en een scoreboard wordt gemaakt, bla bla bla. Even kijken, create
En dan wordt hij gewoon gezet voor de player. En het is elke keer, als een aparte player joint, wordt hij steeds een aparte score. Want ja, als we nu hier getal invoeren, dan is het natuurlijk hetzelfde. Maar als we bijvoorbeeld cat player stat of cat player dead, zeg maar, dan moet je dat allemaal gaan doen. Een stats plugin, want dat komt trouwens ook nog. By the way, even reclame maken. Allemaal apart is voor een player. Dat is niet echt. Ja, de naam kun je wel apart doen. Maar goed, gewoon geloof mij, alles is apart. Je moet alleen die scores moet je nog even goed gaan doen. Want kijk, nu voeren we al cijfer in. En dan denk ik van, maar het zal toch apart zijn? Ja, maar ik bedoel, de score die wordt steeds hetzelfde gezet. Dus ze lijken op elkaar, maar dat zijn ze niet. Je moet nooit uitgaan op de buitenkant. Altijd de binnenkant ingaan. Nu kunnen wij de set scoren. Nu hebben we zeg maar apart voor een player gedaan. Dus, nou ja, we kunnen het ook met teams doen en bla bla bla, noem het allemaal maar op. Maar goed, we kunnen het nog meer doen dan voor player. We kunnen het ook per wereld doen, dus. Zeg maar per player en per wereld, tegelijk, moet je nagaan. Dus, dat is eigenlijk vet simpel. Je moet gewoon goed nadenken, want zoals ik al in alle afleveringen zei, de codes moet je niet te moeilijk nadenken. Je moet gewoon te makkelijk nadenken. Gewoon, hoe moet ik het boek openen? Van slaat het boek om en gaat naar de goede bladzijde. Zo is dat met code ook. Een player joint en dan zet je het. Ja, nou, je snapt tenminste wat ik bedoel. Maar goed, we gaan nu per wereld. Dat is dus eigenlijk vet simpel. Want we hebben het al per player gedaan. Dus niet iedereen krijgt hetzelfde. Want het is gewoon eigenlijk vet simpel. Dat, ja, misschien is het voor jullie niet simpel. Ik zeg wel dat het vet simpel is. Maar nou, we doen eerst. If bucket.get world. Nou, en die world noem je bla bla zoiets. If get player.get world equals. En dan vul je daar je wereldnaam in. Dus zeg maar. Ja, dit is alleen als de player joint. Maar wat je ook kunt doen is. Dat is een ander event. Maar dit moet je trouwens ook doen. If bla bla. Zeg maar de players in world. Dan gaat hij de scoreboard zetten. Maar het is niet, zeg maar, else. Het is, zeg maar, niet de world. Dan doen wij, heel simpel. Hoe doen we dat? Oh ja. E.getPlayer.set scoreboard. Doen wij bucket.get. Dan doen wij manager.get nieuw scoreboard. Want een nieuwe scoreboard, dat is dan een nul scoreboard. Dus het wordt eigenlijk helemaal niks. Zo remove je trouwens ook een scoreboard. Dat weet je dat ook weer. Volgens mij heb ik dat ook vorige keer uitgelegd. Daarvoor, ze moeten weer een event aanmaken. Want we willen natuurlijk wel, als de player switch van een wereld, dus public void. Ik heb echt problemen typen. Player switch. Zo. En dan dat event heet. Player Change World Event. Nou, import dan gewoon. Import alles gewoon wat er is. Oh, dit heb ik trouwens fout. Oh, hoofdletter. Zo vervelend. Nou, Player Change World Event. Dat zeg maar als de player bijvoorbeeld naar de nether gaat. Of naar de end. Of naar. Ik weet niet als je mod hebt. Naar een andere wereld. Of gewoon een andere wereld. Dat lijkt me wel logisch. Maar ja, dan doen we gewoon precies hetzelfde code, kopiëren, bam. Als de player naar equals world gaat, dan creëert hij de scoreboard. En zo niet, dan zet hij geen scoreboard. Maar dit gaat errors opleveren als hij al een scoreboard moet geven. Ik bedoel, eigenlijk doet dat wel, alleen in de console krijg je heel veel errors. Dus, wat we gaan doen, if e.getPlayer.getScoreboard equals, een board. Dus stel, hij heeft de scoreboard al op zich. Stel hij heeft de scoreboard al op zich. Nou, dan doen we eigenlijk niks. Dus else hoeft ook niet. Dus even kijken. Equals board. Ja. Nee, dan moeten we zo doen. Een uitroepteken. Dus stel, je hebt hem niet op zich, dan create hij hem. Dus eigenlijk even een check, zodat je niet te veel errors krijgt. Zo. Dan doen we precies hier hetzelfde. Nou, eigenlijk kan niet als je joint dat je hem al hebt. Dat kan niet, maar gewoon zoveel checks zodat je geen errors krijgt. Nou ja, het scoreboard idee, dat kennen jullie onderhand wel. Ik bedoel, ik heb niet uitgelegd hoe je scoreboard gaat doen. Of hoe je dat moet maken, want dat heb ik al gedaan. Dan moet je even de aflevering terugkijken.
Ik heb wel even gedaan hoe je het per wereld en per player kan. Dus trouwens, voordat ik het vergeet. We gaan het ook even testen. Want ik heb eindelijk mijn testserver compleet. En wij gaan het helemaal testen. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie in Minecraft. Okay, yo mensen, ik ben in Minecraft. En ik zal zich laatste plugin testen. Maar voordat we hem testen. En ik heb net een paar keer getest. Want hij deed dat een of andere reden niet. Want we zijn zo ontzettend belangrijk ding vergeten om te doen. Want de hele plugin werkte gewoon niet. We waren gewoon één belangrijk ding. En ik zal het jullie gewoon nu meteen even laten zien. Ik ga weer terug naar de bucket code. Dit is de code. En bij de world check. Dan voer je in niet if i.getPlayer. Want ik heb hem even veranderd. If i.getPlayer.getWorld equals. Je moet gewoon if i.getPlayer. Dat getWorld, dat getName equals. Want anders, als je niet getName doet, dan moet je bucket dat getWorld doen. En dan de naam. Want we willen niet checken of het. We willen niet de wereld checken, we willen de naam checken. Dus dat is gewoon één hartstikke belangrijk ding die we zijn vergeten. Oké, mensen, we joinen de server. Zien of je het doet. En kijk. Ik weet niet of jullie het zien op de opnames, maar vast wel. En rechts zie je. De scorebord die we hebben gemaakt met kills en deaths. Dus, maar goed, dat is trouwens per player, hè? Per player, onthoud dat niet. En per wereld. Je ziet het nu niet, omdat het een normale scorebord zijn, maar ik zit nu in de world. Deze wereld heet ook world. Als het goed is, zou als we door deze netherportal moeten gaan, zou die scorebord weg moeten gaan. Kijk, scorebord is weg. Er is niks aan de hand, scorebord is weg, alle stats zijn weg. Dus, en als het goed is, we joinen de server of de wereld opnieuw en de scorebord is er weer. Het lijkt net gewoon op een andere server. Het is gewoon magic. Magic. En ik vind dit eigenlijk wel een leuk idee, diegene die heeft ingestuurd. Het is een beetje prutsen en klooien, maar goed. Je hebt er heel veel aan en ja, voor de mensen die geen Bungie Core server willen. Die kunnen gewoon lekker dit gaan gebruiken. Per wereld plugins. Hoppakee. Maar goed, ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. En vooral van hebben geleerd. Uiteraard, ik zeg het ook alle keer, maar ik bedoel het ook zo. Maar goed, vergeet niet het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want dat waardeer ik zeker. En ik zie jullie in de volgende tutorial.